We zijn hier namens ProGay TV bij de Track Olympics op het Leidseplein. En het gaat net beginnen. Wij doen het vandaag even met z'n tweeën, want het is zo'n groot evenement. Ja, dat klopt. En we zitten lekker aan de glühwein, dus dat komt, denk ik. Helemaal goed. Dames en heren, in deze donkere tijden, vlak voor de kerst, waarin wellicht de volle zwaarte van het leven mogelijk op ons drukt en het ons harten binnendringt, verzorgt dit festival een lichtpunt. De vlam is ontstoken. Dit is het spannende onderdeel kerstpakket gooien. En wat is dan helemaal de bedoeling? Kun jij mij dat uitleggen? Ik heb het idee dat ze het roze kerstpakketje moeten raken. Het pakketje wat het dikst bij ligt, wint. De volgende kandidaat. Dit is Johnny the Dog. Volgens mij is dit een vaste deelnemer van de Drag Olympics, toch? Ja, ik heb hem ook al meerdere jaren voorbij zien komen inderdaad. Nou, mooi worp. Ben Andersson, ga jij het wel waarmaken? Krijg jij dat cadeau verder dan de kerstboom? Dit is ook een tactisch spel. Het gaat niet om snelheid, denk ik hier. Nee, het gaat inderdaad niet om snelheid. Het gaat om gewiekstheid of uitgekiendheid. En wat is dan precies de bedoeling? Ik zie wat cadeautjes in het midden liggen. De bedoeling is dat ze zeker als de muziek stopt op een pakketje storten. Je zult het nu zien. Wow, ja, wat hard. Ja. En degene die geen pakketje heeft, ligt eruit. En zo te zien is dat onze koningin, Fabiola. Exact, Fabiola, ze ligt eruit. Sommige van de deelnemers zijn bijzonder sneaky. Zoals Jenna van Hopeless. Daar, ja, kijk eens aan, ze heeft er een. Wij hebben gelukkig uit. Wie is er over? Oeh, catfight, catfight. Dat is inderdaad een catfight, dat is een... Ja, dat is een bekend fenomeen, hè? Het grenst bijna aan een soort judo... Ja. Wie is duidelijke het? Winnaar. In het Duits zeggen ze ook, sport is mod. Hé, we zijn nu een paar rondes verder. Zie jij een winnaar? Zoals ik al zei, Jennifer Hopeless is een uitgekiende speler. Super Mario is natuurlijk gewoon een van de grootste profies die erbij zit. Pamela Anderson is een vechter. En ik denk dat Axa Rot de volgende is die kan shaken. Ja. En kijk eens, Jennifer Hopeless heeft hem weer te pakken. Is iemand uitgeschakeld? Het is Johnny the Dog die momenteel Johnny the Underdog kan pakken. Het was bijzonder uitgekiend. Wauw. Wat een strijd was het. Pamela Anderson deed dat best, maar... Oh, wat een lelijke smak. Gelukkig heeft ze wel een flink stoot kunnen zien. We nemen afscheid van Jennifer Hopeless en twee, drie kandidaten over muziek. Ja. Dames en heren, als zij nog even het allerlaatste cadeautje. Tot dusver een bittere strijd. Super spannend. Het was super spannend. Het ging er hard aan toe. Ja. Ik heb wat nagels voorbij zien komen, wat bloed zien spetten. Ik heb ribben horen kraken. Maar ja, zo gaat het in de dragwereld. En nu wordt het spannend op nummer 1. Heeft maar liefst op 4 van de 5 onderdelen de eerste plaats gehaald. Met een gigantisch aantal punten van 13. Axa Rot. Axa Rot. Ja, ik heb toch een beetje het gevoel dat daar toch niet helemaal eerlijk gestreden is. Olympics. En dames en heren, al voor het uitgaan tot het uithegen van de gouden medaille, mag ik van u een hartelijk applaus voor alle fantastische deelnemers. We'll be right back.
Dit was ProGate TV vanaf het Leidseplein bij de Drag Olympics. En we hebben een winnaar. Ja, het was Axel Rot en ze kickte ass. Ik vond het echt een geweldige wedstrijd. Zullen we nog een wijntje nemen? Lijkt me hartstikke lekker. Tot de volgende keer.